Ik heb geleerd van een politieke index. Dus ja, dat sta ik niet goed op, denk ik, als ik te weinig motie indien. Want we snappen nu de oorzaak van al die motieproblemen hier. Ja, voorzitter, toen ik me ging verdiepen in deze wet die mensen van het gas af moet halen. Toen, ten eerste kwam ik tegen dat in een heleboel Europese landen mensen aan het gas moeten. Want er zitten ze nog met een kolenkachel te stoken. En gas is toch de zuinigste en schoonste fossiele brandstof die we hebben. En mijn fractie heeft ook zeer grote bedenkingen. Of we zijn eigenlijk tegen die hele energietransitie. Want dat gaat gewoon veel te snel. We willen te veel. De ambities zijn te hoog. En dat gaat Nederland gewoon heel veel welvaart kosten. Dus wij zijn niet voor deze dwangwet. Want een dwangwet is het uiteindelijk. Want je gaat mensen van het gas afdwingen met deze wet. Je gaat gewoon de gaskraan afsluiten. En daar sta je dan als burger. Dan kom je in een warmtenet. Nou, je hoeft maar even te googlen naar hoe gaat het met de warmtenetten die er nu zijn. En je schrik je een hoedje. Want er zijn meer problemen dan dat er oplossingen zijn. Ik zie overal betalingsproblemen. Dat wordt dan opgelost door of heel veel subsidie of nou ja, allemaal goed bedoelde initiatieven en moties van de kosten moeten lager. Maar ergens moeten die kosten worden betaald. En ik heb het idee dat die kosten van zo'n warmtenet eigenlijk helemaal niet zo gunstig zijn als wij hier allemaal denken. Dat het dus helemaal geen duurzame oplossing is. En dat het misschien beter is om nog even wat langer door te gaan met gas. En misschien toch dat elektriciteitsnet te verzwaren. Zodat mensen straks met misschien een hele efficiënte airco in huis kunnen verwarmen. Wat steeds meer gebeurt en uiteindelijk veel goedkoper blijkt. En dan heb je ook vrije keuze als consument. Dus voorzitter, mijn fractie is niet enthousiast over deze wet. We horen ook dit debat. Het is eigenlijk meer, ik heb het idee dat we een soort puinhoop aan het creëren zijn. Een onoverzichtelijke jamboel. En het is toch een dwangwet en dat willen we niet. Dus ik zal een negatief stemadvies geven aan de fractie. Ik wil niet de hele eerste termijn overdoen, meneer Grinwis. Ik geef u graag het woord voor een korte en puntige interruptie. Voorzitter, ja, dat is een duidelijke aanmoediging. Ja, wat de heer Bandlener steeds overslaat in zijn betoog, is dat wij nog heel veel decennia in de gebouwde omgeving echt wel aardgas zullen gebruiken. En iets van beetje ook. En wat hij ook overslaat is dat echt anders dan 5 jaar geleden, voorafgaand aan het klimaatakkoord wat toen gesloten is, toen werd echt gedacht, ongeveer 1/3 van de huizen in Nederland gaat aangewezen zijn op een warmtenet. Ik denk dat het hooguit de helft wordt. Dus de oplossing voor collectieve warmte die zal veel kleinschaliger zijn en veel kleiner in omvang dan een aantal jaren geleden werd geredeneerd. Dat inzicht is echt bij iedereen. Het is gewoon een kleinschaligere oplossing, maar alleen het net verzwaren, ja, dat gaan we niet, daarmee gaan we niet redden. Ja, voorzitter, in plaats van 2/3 of wat zei de heer Grimmis, maar de helft van de woningen. Dat gaat over 4 miljoen woningen in Nederland. Oh, sorry, dan heb ik het verkeerd verstaan. Ik had het over, aanvankelijk werd gedacht, 1/3 van de woningen. Nu is het denk ik een helft daarvan, dus 1/6. Nou ja, ik zie nog steeds grote ambities van dit kabinet. Ik heb hele andere getallen voorbij zien komen. De ambities zijn hoog en deze wet is ook bedoeld om mensen van het gas af te dwingen. Dus, ja, of het nou om 1 miljoen huizen gaat of 2 of 3, je zal maar in zo'n huis wonen. En een monopolist jouw warmte moet laten voorzien. Je bent overgeleverd aan één aanbieder. En ja, we zien overal in het land problemen. Ik zou zeggen, laten we eerst die problemen met die huidige warmtenetten oplossen voordat we hier de gemeente de mogelijkheid geven om mensen van het gas af te dwingen. Dus ik vind dat we veel te hard gaan met heel die warmtetransitie. En nogmaals, in een heleboel landen zeg ik ook tegen mevrouw van de SP, van de GroenLinks. GroenLinks PvdA, dat in heel veel landen nog met een kolenkachel gestookt wordt en dat gas relatief een schone fossiele brandstof is. Eén korte opmerking, mevrouw Kreuger. Dan zal ik niet ingaan op de kansen die warmtenetten bieden. Ook juist voor mensen in kwetsbare wijken. Maar eigenlijk, ik hoorde hier Matlener zeggen van laten we eerst de problemen oplossen die er nu al liggen. Dan hoop ik ook dat de PVV van mening is dat we nu tegemoetkoming moeten regelen voor mensen die nu geconfronteerd worden met hoge prijzen. Ja, we praten hier over een wet die de gemeente vergaande bevoegdheden geeft om mensen van het gas af te dwingen en naar zo'n warmtenet toe te sturen. Dat is waar we het hier over hebben. U constateert, via de voorzitter, inderdaad het probleem dat heel veel mensen nu met betalingsproblemen zitten en dat het gewoon een puinhoop is. Ik zie het in Rotterdam ook. Allemaal mooie beloftes die niet waar worden gemaakt. Moeten we die mensen helpen? Ja, ik denk het wel. Maar er moet wel financiën voor zijn, want iemand moet die rekening betalen.
En de vraag is wie betaalt het? En daar mag u dan antwoord op geven, voorzitter. Prima, we gaan naar de heer Vermeer van de fractie van BBB.